Hallo kijkers van Shinesprite, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Hogwarts Legacy. In deze aflevering gaan we een sidequest doen, zodat we Wingardium Leviosa leren. Daarvoor moeten we een Venomous Tentacula zien te krijgen. En ik ben nu aan het kijken hoe we daar komen. En wat moeten we nog meer? Een Mandrake, en die moeten we op enemies gebruiken, simultaneously. Dus meerdere enemies tegelijk. Dat kan nog wel eens wat worden. Dus misschien is één kopen niet helemaal voldoende. Maar we moeten maar eens even kijken of we die gewoon hier kunnen kopen. Hey. Top. Yo. Hallo. Oh, hallo. Sorry, I'm in a bit of a tizzy. I was just scolding some of the plants for spitting and nipping. I suppose it's my own fault for putting more than four to a tray. By the way, Beatrice Green is the name, but you may address me as Madam Green. Welcome to Dogweed and Deathcap. Oh, mind you, Dogweed don't and Deathcap. Oh, if there wasn't the constant demand for antidotes, I wouldn't need to stalk so many of the little dears. Except, of course, for curses. And well, if you've been petrified, then obviously you've come to the right place. Mind you don't knock the man. Yeah, he's not an owl. If there's an uprooting, you'll be the next one to drop dead, and I'm in no mood for a clear-up. What do you have for sale? Well, what say we show you some of what's available? Mandrake? Oh, I'm always thrilled when a young one makes a wise purchase. Kijk, ik kan ze ook kopen, denk ik. Ja, Mandrakes en Venomous Tentaculas. Maar als ik ze toch zelf kan brouwen, waarom zou ik dat niet doen? Oeh. Ah, dan vind ik het veel interessanter om deze hier te doen. Ja, het is gewoon 500 gold gratis en voor niks. Oh. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Acquire and use Venomous Tentacula. Oké. Laten we daarvoor eerst naar Hogwarts Room of Requirement gaan. Want daar kan ik ze bouwen. Ik weet alleen niet. Het zou best wel. Het zou best wel kunnen zijn dat het even duurt voordat die klaar zijn. Hoe is dit een nieuw stukje? Oh nee. Dan heb ik aan deze kant alle dit en die staan. Empty pot. Dit en die. Mandrake. Oh, dat is een large plant. Aha, oké. Nou, laat de rest maar even zitten. Ja, ik heb geen hoorklumps, helaas. Wat wel interessant is om hier misschien een grote te zetten. Oh, ja, deze zijn nog bezig. Daarvoor hebben we deze preset. Dit is voor large pots. Oh, medium pots. Dit is voor large pots. Daar heb ik ook niet genoeg moonstone voor, zie ik. En ik moet hem nog kopen. Wat is dit dan?
Even kijken hoe we dat gaan doen. Laten we terug naar Hogsmeade gaan. Kijken of we nog wat dingen kunnen kopen. Laten we hier naartoe gaan. Het is namelijk zo, ik moet van die honey gebeuren hebben. Alleen volgens mij kan je dat dus niet maken. Eigenlijk wil ik dat zo meteen even checken. Of die toevallig ook niet kan... kan krijgen waar we net... Oké, nu ben ik iets aan het doen wat niet klopt. Hogsmeade vind ik nog een beetje lastig navigeren. Hier moet ik zijn, daar zijn we bijna. Dat is daar, ja. Welkom. Do let me know if I can be of any assistance at all. Even een drankje. Kijk, die moeten we hebben, die Hawklum juice. Die Hawklum juice, die kan je niet maken. Denk ik. A wise decision. Thank you. Okay. I hope to see you again. Farewell for now. Nu moet ik helaas weer terug. Hier naartoe. Nee. Hé. Wat we dan niet doen. Zo. I'll be with you in just a minute. Well, what say we show you some of what's available? Nee, okay. Laten we hier eentje van kopen. Oh, I'm always thrilled when a young one makes a wise purchase. I can tell you'll go far. Acquire and use a venomous tentacula. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Oké. Okay. Kunnen we kijken of we dit even kunnen doen? Waar zat die dude ook alweer? Hogwarts map. Nee. Waar is die vecht? Die vechtschool ook alweer. Hier heb ik bijna helemaal geen. Zie je dat? Hier ben ik bijna niet geweest. Interessant om sowieso eens te gaan kijken. Oké. Irritant dat ik niet meer weet wat het is. Wacht, misschien kan ik hem via de quest. Er is één quest. Set of Bloodline. Nieuw Broom Enchant moet ik nog een keer doen. Kunnen we nu wel voldoen, we zijn nu toch in Hogsmeade. Dit is irritant.
never trust a man who looks. Ik moet dus vinden waar ik die battles kan doen. Dan kan ik meteen zo'n stomme plant gebruiken. Olivanders dan Zonko's. Dan is dit de bezemwinkel. Ja. I've arranged a special price on the broom upgrade for you. I truly appreciate your help. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Thanks for stopping by. I must tell you, half of Hogsmeade's been by the shop asking about rumors of a broom upgrade. Yeah. Without the information you provided, my work would have taken twice as long. Thank you again. It Fair may then. Sound ambitious, but I've already begun work on another upgrade, more difficult to perfect than the last. I wondered, would you be interested in joining forces again? There's another course near Irondale that Miss Reyes has mastered. If you were to test this first upgrade there, it may help me as I develop the next. Oh, you'll consider it, won't you? Sounds as if you're really outdoing yourself. If I'm able to help, I will. Thank you. Okay, nice. I know this recent success was only the beginning of what I can do for Broom Flight. Report back as soon as you can, and we'll be off to the races. Off to the races, then. Goed, dat heb ik ook gedaan. Ik ben gewoon even de weg kwijt. Beast's Classroom, Flying Class Lawn, Bell Tower Courtyard. Misschien is het in de Bell Tower Courtyard. Dat zou makkelijk zijn, maar ik denk het niet. We gaan even kijken. Nee, was het niet. Hey. Hallo, Hamora. Dit is dan wel weer iets interessanter. Top. Rebellion. Sowieso die even openen. Ah, deze is wel interessant. Reveal. 12 plus spin, dat zou 8 zijn, is 20 plus 2, dus dan zou 1 zou dat rare beest moeten zijn. Ja, en zeven plus 1 is 8. Het zou dan weer een unicorn moeten zijn als het goed is. Dit zou moeten zijn. Ja. Rebellion. Wat is dit? Oh, oké. Okay. What the fuck? Rebellion. Het is hier verder nog. Dat is een te moeilijk slot. Thank you.
Oh, Lex. Revelio. Don't like Lex. Okay. Oh, dan zijn we weer op een... Zijn we hier weer. Hé, hey, we're level 17. Dit is interessant, want die hebben we nog niet geopend. 11 plus 2 is 13. Dus dan moeten we er nog... 8 bij. En 8 zou een spin zijn, dus dit zou een spin moeten zijn. Oh fuck, ik ben voorbij de spin. En onderin zou, als je kijkt, krapje. Krapje is 5. Plus die is 9, is 14. Dus plus 3 is driekoppige. Driekoppige slangding. Ik wil wel vinden waar dat ding verborgen is. Rebellion. Nou, daar. Die. If it's seeds I'm after, I'll always go to the... Kijk. Oh. Nice. Okay, hebben we ook weer gefixt. Ah. Revelio. Confringo. I shall get in trouble for this. Nice. That was nothing. You should see the charm I've been working. Revelio. Okay. Glad I don't have to stay in the car. Wat is hier? Een lock. Hello, Homura. Die moesten bij elkaar, dat is ook grappig. Your gear spul is vol. Oh, dan moet ik weer gaan. Oh, dan moet ik weer gaan verkopen. Dat is niet handig. Hebben we betere gloves? Nee. Zo. Een betere hat. Is niet beter. Is ook niet beter. Nee, allemaal niet beter. Dus die, dat weten we nog niet. Oeh, deze zijn wel allemaal beter. Die is ook beter. Oké, nice. We hebben nu een soort van ruimte. Ah, het is niet eens een goede head. Revelio. De completionist, oké.
Oh, dan zijn we hier weer. Ik dacht dat we nu een heel stuk deden. Dat we op nieuwe plekken terechtkwamen. Dat valt vies tegen. Wat is hier? We zijn weer lekker aan het exploren. Hoppatee. Revelio. Zo'n ding, nog steeds geen idee wat dat betekent. Rebellion. Daar kunnen we nog niks mee. Hier kunnen we wel in. Aloha Mora. Niet heel boeiend dit. Oké. The Dedalian keys are back. Aren't they brilliant? I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Rebellion. Kijk. We collecten in ieder geval een hele hoop van die pages. You can't imagine how inconvenient travel was. Aloha Mora. Vlot. Rebellion. Nou, daar waren we natuurlijk in-game al een keer eerder geweest. Dat is nice. Oeh, en ik zie hier monies liggen. 1 coin, dat is vlot. Oké. Daar kan ik vandaan. Laten we kijken wat hier is. Ga naar beneden. Wat hebben we hier? Rebellion. Volgens mij was ik hier net ook. Ja, ik ben net ook geweest. Kutzooi. Is de voorkant van de castle. Dat was ook niet mijn bedoeling. Even kijken. Ik wil... Wacht, dat is één gedeelte van het kasteel waar ik nog helemaal niks heb. Volgens mij is dat hier. Ja. Moeten kijken of we daar iets kunnen.
off on another adventure, are we? Revelio. Hey. Ik denk dat we naar boven moeten. Even kijken. 2. Wanneer? Wacht. Huh? Dus 4 plus 2. Dus zou 0 moeten zijn. Dan zou dit een demiguise moeten zijn. Dus dat zie ik dan wel goed. Even kijken. 6 zou plus 5 moeten zijn. Dat zou het krabbetje moeten zijn. Dus als ik ergens. Revelio. Nou, die zit beneden. Hoe ik krabbetje beneden even aanzetten. Dat is krabbetje. Dan is dit als goed is hoe die moet. Yes. Niet genoeg gearslots. Die is wel veel waard. Die wat minder. Die nog oké. Okay. Laten we die verkopen. Nee. Nee. Oh. Oh, weer een slechte head. Nou ja. Revelio. Accio. Revelio. Laten we naar boven gaan, denk ik. Voor hier eigenlijk zo goed als nooit kom. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Don't be silly, it'll wear off in a few hours. I think. I hardly see what all the fuss is about. I don't feel well. Oh, stop fretting. Revelio. I'll be with Nurse Blaney in no time. I've always said that travel. Ravenclaw Tower, okay. Ah. Hier hebben we ergens een deur in de buurt. Kan je die met talents aanpassen, toevallig je boxgrootte? Wat is dit? Casper Tego. Dit is echt het beter maken van spells. Maximum potions, Chinese jumping en Utterus potion. Wat zocht ik nou ook alweer? Oh ja, een grotere box space. Goed. Één plus spinnetje. Even kijken, oh, spin is daar, dat is 8. Dus is 9 plus 4. Zou het 4 moeten zijn, zou het die voor soort van uil moeten zijn. Dat is 2, ik moet 1 hebben. Energie. De soort van uil. En de tweede was 13 plus... 3 is 16. Is 5. En 5 is het krabbetje. Dus zou dit het krabbetje moeten zijn? Die. Oh oh. Gear.
Hey, goede gloves. Dat was de verkeerde knop. Revelio. Nee, oh, weer verkeerde knop. Oh, dat is de Ravenclaw Common Room. Goed. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Een doen duimpje omhoog. Zie je graag de volgende keer weer. Adios, amigos.